Taco, jij bent aanwezig geweest vanochtend. Ja. Iedereen heeft, we hebben beperkte tijd gehad om vragen te stellen. Ja. Maar ik hoorde dat jij nog een vraag ook mee te geven had bij de aanvraag. Wat ja. is dat? Nou, er is wel ook vanmorgen aan gerefereerd, maar waar ik vooral benieuwd naar ben is, als potentiële aanvrager voel ik een beetje een dubbele boodschap ten aanzien van de mogelijke financiering van bestaande projecten. Waarbij ook, zoals ook werd gezegd, continuïteit richting de doelgroep kan worden geboden, wat vaak ook heel belangrijk is. En het vernieuwende karakter. Ik vind het een beetje een dubbele boodschap. Ik zou daar graag wat meer van het fonds over horen. Ja. Wat ik mee wil geven, mijn vraag is hoe jullie de impact gaan meten van de verschillende projecten. Ik merk vanuit het Cultuurstimuleringsfonds in de gemeente Haarlem dat aanvragers het heel moeilijk vinden om dat zelf aan te duiden wat de impact precies is. Hoeveel mensen heeft het bereikt? En juist dat, die kwantiteit, daar hadden we het vanochtend ook al over, daar gaat het nu niet om. En ik weet dat andere fondsen bepaalde vragen formuleren op hun site hebben of vragen hebben om zelf de impact spelen of eenvoudig weg te meten. Dus ik vroeg me af, gaan jullie dat ook doen? Wat ik belangrijk vind is, wat je nu ziet, is dat heel veel bij overheden, gemeentelijk, provinciaal, maar ook bij andere fondsen er een vrij strikt hokjesdenken is in financiering. Het is of cultuur of sociaal. En een heleboel projecten, dat zag je vandaag ook niet hier, die vallen dan tussen wal en schip. Dus ik denk dat het wel een taak zou kunnen zijn van het fonds ook, het LKCA, ministerie wellicht, om bij lagere overheden en bij andere fondsen te stimuleren dat het hokjesdenken doorbroken wordt. En wij proberen natuurlijk vanuit ons eigen project, we hebben gelukkig gemeente Groningen bijvoorbeeld, die kijkt al niet zo in hokjes, dus wij dienen daar één aanvraag in. En achter de schermen komt er een deel uit cultuur, komt een deel uit WMO, hartstikke mooi. Alleen bij de provincie bijvoorbeeld is het heel sterk, maar we weten het ook van andere fondsen. En iedereen is wel overtuigd van de meerwaarde van die combinatie sociaal cultuur. Alleen men zit nog vast in oude kaders. En dat zou eigenlijk doorbroken moeten worden. En ik denk dat daar een rol in ligt. Dat ligt ook in een stimulerende zin voor deze partijen die hier vandaag waren. Wij zijn van plan om voor de meerjarenregeling aan te vragen voor het project De Wijk De Wereld in Groningen. En wij trekken, eigenlijk zijn we nu 2 jaar met een soort pilot bezig op projectbasis. Wij trekken de wijken in en gaan met wijkbewoners onder begeleiding van professionals maken we eigen performances. We zijn ooit begonnen met het idee, we maken een voorstelling, maar dat werkt eigenlijk helemaal niet. Dus we gaan verhalen ophalen en dan maken we of dans, of theater, of muziek. Gewoon wat op dat moment gewenst is ook. En dan maken we een totaal montagevoorstelling van in de stad Schouwburg Groningen. Dus een week lang is het theater van de wijk. En eigenlijk willen we dat, tot een soort blauwdruk is dat geworden en die willen we verder uitrollen. Dus er komt nu belangstelling vanuit gemeente, ook plattelandsgemeente. En dan gaan we kijken, werkt dat ook daar en hoe werkt het eventueel anders en wat heb je ervoor nodig? En dus die succes, eigenlijk de succesfactoren willen we uitbouwen. Daar komt een beetje op neer. En zorgen dat er echt een stevige methode staat. Ik ben Bas Wierigs van het Sin City Festival. Dat is een kunstfestival voor dove en horende bezoekers in Tivoli-Vredenburg. En wat ik vooral interessant vind is dat het nu eindelijk een regeling is die zich richt op mensen die dan het label sociaal domein hebben gekregen. Wij doen al jaren binnen volgens ons artistieke werkveld werken. Echter, volgens financiers zijn wij socialer dan maatschappelijker dan cultureel. Waardoor we ook daar de inkomstenstroom vandaan moeten halen en gelukkig ook kunnen halen. Terwijl mijns inziens die al jarenlang bij cultuur had mogen liggen. En door deze regeling is daar nu echt een gedefinieerde kans. En wat ik vooral mee wil geven, wat ik ook net meegegeven heb, probeer vooral te zoeken en te begrijpen wat een projectplan inhoudt. Mensen die gewend zijn om sociale aanvragen te schrijven, zijn niet gewend om artistieke aanvragen te schrijven. Dus die hebben ook geen kracht in het omschrijven van een artistiek proces of artistieke doelstellingen, omdat die altijd in de andere hoek hebben aangevraagd. Dus probeer een plan te lezen integraal, probeer te snappen wat ze willen bereiken. En ga dan desnoods in gesprek om te achterhalen waar dan die artistieke kwaliteit ligt. Het zijn voornamelijk projecten die door hele bevlogen mensen worden gedragen, die vaak ook zichzelf onderbetalen, die meer uren erin steken dan nodig is. En tussen alle werkzaamheden door, omdat ze dat belangrijk vinden,
nog wel eens vergeten dat een projectplan iets meer tijd heeft om een goede aanvraag in te dienen. Die hebben in hun hoofd alles wat ze willen bereiken, wat ze kunnen bereiken en waarom ze doen wat ze doen. En die hebben alle verhalen waarvoor meestal geen ruimte is in de aanvraag. Dus als je die uit de mensen zelf kan halen, denk ik dat je een veel beter beeld krijgt van waar ze toe in staat zijn. Ik ben Marijn Cornelis, ik ben de directeur van Cultuurschakel. Dat is de organisatie voor cultuureducatie en participatie in Den Haag. Dus wij stimuleren iedereen die iets met cultuurparticipatie in Den Haag doet. Dus voor ons was het super interessant om hier te zijn, om te kijken ja, ook wat onze partners aan deze regeling hebben. Want wij weten gewoon dat er heel veel mensen in Den Haag bezig zijn, ook op het snijvlak van welzijn en cultuur. Maar die hebben niet allemaal tijd om hier te komen. Dat zijn soms eenpitters of kleine organisatietjes, of ze weten helemaal niet van deze regeling. En wij zien het dus als onze taak ook om deze regeling bekend te maken in Den Haag. En te kijken ja, wat daar dan weer voor respons op komt. Daarom vond ik het super interessant om te zien nou, ook wat er in de zaal zit en wat voor ideeën er zijn. Ik was ook wel verrast. Nou, ik denk eigenlijk als ik het zo hoor dat er heel veel reacties op gaan komen. Hè, mensen zijn echt op zoek naar geld voor dit soort projecten. Omdat ze vaak tussen wal en schip vallen bij welzijn en cultuur. En daar zit tegelijk ook wel een beetje mijn zorg. Van, ja, er zijn heel veel projecten zijn er al. Die gaan op zoek naar dit geld. Maar er zullen ook nieuwe initiatieven komen op zoek naar dit geld. En ja, wat gaat er dan gebeuren in dat hele veld? Gaan ze elkaar niet verdringen? Is er wel behoefte aan meer? Of moeten we vooral beter afstemmen en van elkaar leren? En kijken waar de gaten precies liggen? Dus ik wil het fonds ook wel echt meegeven om even naar het totaalbeeld dan van zo'n stad te kijken. Van wat is er al? Waar is er echt nieuwe behoefte aan? En hoe kunnen we de leemtes opvullen? Mijn naam is Brian Silos. Ik ben van Stichting Antipesto in Vlaardingen. Wij doen heel veel met jongeren empoweren en bewust maken. En, nou, mijn komst hier is, ik ben blij dat ik ben gekomen, want het is heel verfrissend geweest. Heel veel dingen die ik heb gehoord, daar zijn we al mee bezig. Ik heb heel veel nieuwe informatie gekregen, dus daar ben ik enorm blij om. Nou, dit is zeker wel wat voor ons. Vooral omdat wij niet werken met de aanbesteding of subsidie. En dit is ideaal om vooral voor de continuering om het nog beter aan te pakken. Want doorontwikkeling, ja, daar houden we van. En het gaat natuurlijk om het helpen van de jongeren. Dus wij gaan zeker weten een aanvraag doen. Ja.